Goedendag, Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven België en boven het zuiden van Limburg. En uit die bewolking valt hier en daar al een bui. Dat betekent dat we in het zuiden van Limburg dus rekening hou moeten houden met regen. En die buien trekken heel langzaam noordwaarts. In de rest van het land begint de dag met een volop zonneschijn en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag nog steeds, vooral in het zuidoosten, kans op een bui. Daarbij kan het ook onweren. En in de loop van de middag bereiken ze ook de achterhoek en misschien Twente. De rest van het land is een fraaie dag. De temperaturen oplopen naar 25 of 26 graden. Vanavond nog steeds een enkele bui, zeer lokaal. De meeste plaatsen droog en temperaturen halverwege de avond rond 20 graden. Morgen zien we de buigheid verder uitbreiden. De meeste buien dan in het oosten van het land, nog een enkele in het zuiden en ook een enkele in het noordoosten. De temperatuur levert iets in en komt er tussen de 23 en 25 graden uit. Zaterdag vrijwel overal kans op buien, maar het is geen verregende dag. Er zijn ook lange droge periodes waarbij de zon van tijd tot tijd schijnt. De temperatuur begint al licht te dalen en zondag wordt het dan 18, misschien plaats ik nog 20 graden. Daarbij trekken de buien zondag geleidelijk weg. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl